Oké, ik ben mega blij dat Amber terug is. Hopelijk is alles oké met haar. En deze laatste aflevering, hè? Zou er nog iets zot gebeuren? Sorry. Ik had die pillen echt niet mogen nemen. Ik had ook niet mogen weglopen. Het spijt mij echt super hard. We zijn blij dat je terug bent. We waren wel echt ongerust. Het spijt mij. Ik ben echt zo opgeleugd. Maar echt. Ja, toen ik wegliep, wist ik echt niet naar waar ik moest gaan. Met mama kon ik niet gaan, want dan ging ik alles moeten uitleggen en de gevolgen dragen. Dus ben ik naar mama geweest. We hebben superveel gebabbeld. Dank u. Het is niks. Wat is er met jouw beurt? Komt toch, Wesley. We zijn naar je school geweest om te vragen of je meer gedaan met je examen. En Wesley reageerde toch wel redelijk agressief. Redelijk agressief. Hij heeft dus gewoon duidelijk gemaakt dat niemand mag weten dat jij die pillen van hem had. Oh, het spijt mij bij de hart, Ed. Als ik dat weet. Je kunt daar niks aan doen, hè. Maakt niet uit. Ja, ik voel me wel schuldig. Dat moet niet. Je weet dat ik toch altijd alles voor je zou doen. Merci. Hey, maar mannen, besef. De examens zijn gedaan, hè. Morgen vertrekken we op skireis. Mag nog mee? Tuurlijk. Tuurlijk, wij gaan met ons allemaal. Ja, ik weet niet of ik nog wel mee ga, eigenlijk. Oeh, waarom niet? Het is gewoon allemaal echt veel te veel geweest en veel te zwaar. De examens, negatieve reacties, mijn relatie. Dus een beetje me-time kan geen kwaad. Ah, niks daarvan, hè. We gaan morgen de bus halen en je gaat gewoon meegaan. Voilà, ik ben klaar mee inpakken. Amai, flink van u. Ik heb er echt zin in, het ga je terug doen. Ja, zeker nu, na alles wat er zo gebeurd is. Ik hoop toch dat Kira meegaat, hoor. Het zou stom zijn, moest ze dat niet doen. Ja, inderdaad. Voilà. Ik weet niet wat ik gedaan had zonder jou. Wat was er op het moment dat ik u nodig had? Tuurlijk, dat. We hadden nu aan het verwacht. Ja, dat is niet zo vanzelfsprekend meer, hè. We zijn al kun je lang geen familie meer. Hij heeft me toch opgevangen. Au. Dat is nodig, hè. Ja, zie, ik zal er altijd voor u zijn als je mij nodig hebt. Hm. Al die dingen, dat heeft er niks aan veranderd. Dat betekent net veel voor mij. Hm. Bon, ik ga eens door. Laat weten hoe je reis was en of ik hier aan meega. Ja, ik hoop het echt. En als je resultaten hebt, stuur ze door. Hè. Ga dat doen. Nog een keer merci. Ja, is niks. Heb je nu nog niet gepakt, Kira? Nee. Ik ben nog steeds geen uit of ik wel mee wil gaan. Ik bedoel, ik had alles klaargelegd om een filmpje te nemen, op te nemen over die packing cubes. Maar ik heb eigenlijk echt geen zin om dat te filmen online te zetten en terug al die negatieve reacties over mij in te krijgen. Ja, dan doe je dat toch gewoon niet? Film dat niet? Ik weet niet. Nou. Pak samen met onze vakantie een social media vakantie. Geen filmpjes, geen negativiteit, geen haatreacties. Gewoon met ons vijven echt een keileuke tijd beleven. Dan gaan we ons kei veel deugd doen. Ja, misschien. Maar ja, sowieso. Allee, je moet toch mee? Ik heb nog altijd niet gepakt. Nope. Allee, jong. Waarom ga je niet mee? Dat is niet hetzelfde zonder jou. We zijn echt niet compleet, hoor. Please. Allee, kom mee. Oké, ja. Oh my god. Ik kom zo mee. Ik ben kei blij. Allee, inpakken, hè? Ja. Yes. Ik heb een mail gekregen van mijn prof vandaag dat ik niet op mijn examen was en dat ik geen harde reden heb gegeven. Oei, was hij boos of zo? Ja, nee, eigenlijk niet. Ik klonk eerder nog gerust. Hij zei dat ik voor mijn gemiste examen een herexamen krijg en dat als het zwaar wordt met mijn richting, dat ik misschien een keer moet langs gaan met een studentenpsycholoog. Een studentenpsycholoog? Ik zou daar echt naartoe gaan. Ik denk dat hij je keiveel deugd zou doen. Gewoon een keer je hart luchten en vertellen wat je altijd al was liggen.
Kunt je misschien ook vertellen van die pillen en van Wesley? Zou ik het vertellen van Wesley? Maar ik weet het niet. Ik weet gewoon dat je daar alles tegen kunt zeggen. Ja. Ik ga een afspraak maken. Voilà, dat is het. Van waar ken jij de eigenaar eigenlijk? Dat is de klant van bij ons op café. Ik was hem aan het vertellen over onze skireis en dat we nog vervoer zochten. En hij verhuurt busjes, dus we mogen dat van hem huren. Voor een keigoede prijs ook dus. Inderdaad, dat is een goede prijs. Ja. Mai. Hey, Wout. Ah, hey. Ben je er klaar voor? Ja, ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Ja, veel uitleg moet ik niet geven, hè. Een busje, je kan er met 6, 7 volwassenen in. Is gekeurd en is verzekerd. En de papieren die vind je daar achter de bestuurderszetel. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, wie van jullie ging er nu met het busje rijden? Ja. Jij? Maar dan wel zeker zijn dat je voorzichtig gaat zijn. Hè? Want dit is geen moderne auto. Hè? En jij bent jong, dus... Geen probleem, ik ben heel voorzichtig. En ik ben een heel verantwoordelijke jongen. Ah, dat hoor ik graag. Oh ja, zou ik dan wel mogen weten nog waar dat jullie ergens zitten? Een adres of zo? Ja. Ik weet nooit dat er iets gebeurt. Hè? Nee. En dan binnen 10 dagen zie ik jullie terug? Ja. Ja, inderdaad. Oh, oké, voilà. Hier zijn de sleutels. Dankjewel. Veel plezier ermee. Alsjeblieft. Oh, bedankt. Ja. En, allez, goeie reis. Dankjewel. En tot binnen 10 dagen, hè. Ja. Dag. Amber, kom binnen. Oké. Zet u maar hoor. Zo, jij wou eens praten? Ja, dat klopt. Allee, ik doe mijn richting super graag. En van het begin van het jaar doe ik ook echt mega hard mijn best, want ik wil echt slagen. Want dat is wel een zware richting, al die examens en al die dagen. En ja, het werd plots te veel en dan heb ik plagiaat gepleegd. Wat super dom was voor mij, ik weet dat ook. En ik ben heel blij dat ze mij niet geschorst hebben, of erger zelf. Maar de druk werd zo lekker nog groter. En dan heb ik hulpmiddel gekregen van iemand. En dat werd wel goed. Allee, ik kon mij super goed concentreren, kon langer wakker blijven. Maar om duur had dat ook wel slechte effecten. Ik werd zo agressief en ook een beetje ongerust en lastig en ambetant. En... Ja. Hulpmiddelen zeg je? Dus bepaalde pillen? Ja. En wat voor pillen? Provigil, ook wel modafinil genoemd. Ja, ja, dat kan inderdaad wel wat bijwerking hebben. Ja. En mijn vriendin had mij eergisteren nog betrapt. Ik was zo beschaamd dat ik ben weggelopen. Allee, het werd mij gewoon echt te veel. Alles op alles zetten, al dat studeren, al die plagiaat en zo. En gelukkig kon ik bij een vriend terecht. Die heeft mij wel doen inzien dat ik niet mag weglopen, maar mijn probleem moet aanpakken. Mm-hmm. Maar ja. Ik zie je twijfelen. Wil je nog iets zeggen? Ja, die pillen heb ik eigenlijk gekregen van een klasgenoot. Ja. En ik denk dat hij dat verkoopt aan anderen ook. En ik vind dat niet oké. Daar heeft ze mega veel bijwerking. Kijk naar mij. Maar hij was al super boos op mij toen hij wist dat mijn vrienden dat wisten dat ik dat pakte. Dus ja, mega boos en als ze weten dat ik hem wil doen stom. Ja, dat kan natuurlijk. Dat weet je niet op voorhand. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je voor jezelf uitmaakt wat je daarmee wil doen. Ik wil echt dat hij gestopt wordt. Het is te gevaarlijk. Mm-hmm. Nu, als je wil, kan je naar de juridische dienst stappen. Dan kan die persoon naar de rechter worden gestuurd en kan er een tuchtprocedure worden gestart. Je kan dat zelf doen, maar ik kan dat ook voor jou doen als je mij toestemming geeft. Zou je dat wel doen voor mij? Geen probleem, dat kan. Dat is een pak van maart al. Maar goed, misschien kunnen we toch eens over jouw studies hebben ook. Want blijkbaar is slagen ook wel heel belangrijk voor jou. Hoe was het? Het was supergoed. We hebben goed gebabbeld. Maar ik heb alles verteld. Ook van de pijl. En van Wesley? Ook van Wesley. Heeft dat sowieso ook nog andere gelapt, hè? En weet u dat zij er aan toe zijn? Nou, dat is goed dat je voor jezelf opkomt. En Wesley zal dat wel niet meer doen. Die gaat daar zelfs de kans niet voor krijgen. Ja. Stuurt er?
gewoon Kobe. Ja. Hij vroeg om af en toe een keer iets te laten weten. Omdat hij nu bij zijn ouders zit. Mm-hmm. Hoe is er eigenlijk mee? Want ik heb er echt al lang niks meer over gehoord. Ja. Ik vind die echt wel leuk, hè. Maar ik ben sowieso nog niet klaar voor een relatie. Ja, dat is dat. Ja. Maar we moeten echt niet te streng zijn voor u en voor hem. Hij vindt die ook leuk, dus af en toe afspreken kan echt geen kwaad. Ja, ik weet dat wel. Ah, daar gaan die jongens heen. Chique, hè? Mega chic. Hoe regelt, jong? Inpakken? Yes. Hoe snel dat we inpakken, hoe snel dat we weg zijn. En hoe snel dat we de ski laten staan. Ja. Maar hoe zot is deze busje? Echt waar. Is leuk, hè? Zot. Hey. Ik heb een telefoon gekregen van een unief. Ik moet naar hen komen en op gesprek gaan. Like, wat is er gezegd over mij? Ik denk dat dat de zaken niet echt zijn. Hey, doe je normaal, maar die boos zijn op hen. Ik heb het verteld. Je moet gestopt worden voor er echt gewoon van. Stom nuif. Kom. Ik denk dat jij niet door hebt dat je eigenlijk niet veel kans maakt. Dit is niet het laatste wat jullie van mij horen. Laat dat duidelijk zijn. Je hebt er goed aan gedaan om dat te vertellen. Ik druk het helemaal niet aan. Het is goed dat die piep al weg is. Ik laat hem echt onze reis niet verstoren, hoor. Hm? Allee, verder inpakken? Dat is echt het laatste. Beloofd. Hey. Ik ga wel missen, hè. Ik ga je ook missen. Maar geniet ervan, hè. En voorzichtig zijn, hè, dat je niet nog eens valt. Dan heb je weer een hersenschudding. Ik doe mijn best. Dat afscheid valt mij toch iets zwaarder dan gedacht. Ik snap dat je mij niet kunt missen, maar een weekje, dat moet wel lukken, hè. Ja, dat is waar. Maar ik maak mij eigenlijk gewoon een beetje zorgen. Zo? Ja, over u en Amber. Amber en ik? Ja. Echt? Ja, ik heb de laatste dagen gezien hoe belangrijk ze voor u is. En ja, dat je alles voor haar zou doen, dat maakt mij gewoon een beetje onzeker. Ja. Je daar geen zorgen om maken. Weet je, Amber is belangrijk voor mij. We zijn keilang samen geweest, dus dat is normaal. Maar ik ben daar niet meer verliefd op. Ik moet alleen maar u hebben, dus maak je geen zorgen. Oké, dan is het goed. Kom hier. Allee, vertrek me. Ja. Dag, hè. Dag. Wacht, zet je even aan de kant. Waarschijnlijk moeten die door. What the hell? Zeg zo snel, joh. Ah, die volgen echt gewoon. Wat? Huh? Die stoppen. Ik heb toch niet te snel gereden of zo? Ja, maar is dat wel normaal dat wij allemaal door die binnenwegjes moeten in plaats van de autostrade? Of? We hebben echt niks gedaan, hè? Ik zei niks. Ja, Vincent, neemt jij het woord maar, hoor. Goedenavond. Oh nee, waarom worden die nu tegengehouden door de politie? Zo raar. Wat een cliffhanger.